Ik ga even iets vertellen over de belastingen waar je rekening mee moet houden als je werkt vanuit een vennootschap. Opnieuw zijn er drie pijlers. Je hebt de BTW, je hebt de vennootschapsbelasting en je hebt je sociale bijdrage die je ook moet betalen. Laten we beginnen met de BTW. De BTW is hetzelfde als in de eenmanszaak. Opnieuw ga je aan het einde van het kwartaal je BTW moeten betalen van de facturen die je hebt uitgeschreven over dat kwartaal, min de kosten die je kan, waarop je de BTW kan recupereren van dat kwartaal. Laat me opnieuw een voorbeeld geven. Je vennootschap stuurt voor 5000 euro facturen uit. Daarop is 21% BTW, dus een 1000 euro BTW. Die 1000 euro ga jij aan het einde van het kwartaal moeten betalen aan de fiscus. Als je in diezelfde periode bijvoorbeeld voor 2000 euro facturen hebt ontvangen van je leverancier, dan ga je daarop een 2000 euro, een 400 euro BTW kunnen terugvorderen. Het verschil tussen die 2000 min 400 is 600 euro. Die BTW ga je moeten betalen aan het einde van het kwartaal voor de 20ste van de maand die volgt. Dus dat is voor 20 april voor het eerste kwartaal, voor 20 juli voor het tweede kwartaal en zo verder. Dat is de BTW. Het tweede pijler waar je rekening mee moet houden is de sociale bijdrage. In tegenstelling tot bij de eenmanszaak wordt bij de vennootschap de sociale bijdrage berekend op basis van het loon dat je jezelf uitkeert als zaakvoerder. Dus hoe meer loon dat je jezelf uitkeert als zaakvoerder, hoe meer sociale bijdrage dat je opnieuw moet betalen. En die sociale bijdrage is 20,5% van het loon dat je uitkeert als zaakvoerder. Het is ook wel belangrijk om dat ineens goed af te stemmen en om ervoor te zorgen dat je dus je sociale bijdrage dat die in proportie is tot je loon dat je uitkeert, zodat je niet binnen 2 jaar voor verrassingen komt te staan of ineens nog veel moet gaan bijbetalen omdat je te weinig sociale bijdrage hebt betaald. Die sociale bijdrage is ook altijd te betalen aan het einde van het kwartaal, dus dat is voor de 25e, bijvoorbeeld voor 25 maart of voor 25 juni te betalen. Dat is de tweede pijler, de sociale bijdrage. En tot slot is er nog de vennootschapsbelasting. Aan het einde van je boekjaar, bij een vennootschap kan dat op elke mogelijke datum zijn, maar vaak is dat op 31 december of op 31 maart of op 31 juni of op 31 september. Aan het einde van dat boekjaar wordt er een resultaat opgemaakt en dan gaat je vennootschap een bepaalde winst hebben. Je winst is je omzet met je kosten. Op basis van die winst ga je vennootschapsbelasting betalen. En die vennootschapsbelasting, daar zijn twee mogelijkheden. Ofwel is dat de verlaagde tarief, 20%, ofwel is dat de gewone tarief van 25%. De verlaagde tarief, dat is meestal van toepassing voor vennootschappen die nog geen 3 jaar bestaan of vennootschappen die een minimumbezoldiging uitkeren aan hun zaakvoerder. Als je daar meer over wilt weten, dan moet je het maar even vragen. Maar dus 20 of 25% aan het einde van het boekjaar. Meestal wordt die aangifte van de vennootschapsbelasting ook gedaan in de zomer. En dus ga je ook ergens in november, december je vennootschapsbelasting moeten betalen. En reken ongeveer een jaar nadat het jaar is afgesloten, ga je je vennootschapsbelasting moeten betalen voor je onderneming. Dus opnieuw, drie pijlers. De vennootschapsbelasting, je BTW en je sociale bijdrage. Als je al die betaald hebt, dan heb je al je belastingen in België voldaan.